Goed, kijkers van de Dutch Strategist en welkom gelijk bij een echt strategiespel. Vandaag zijn we hier in de grote, de klassieker Rome Total War. De eerste game die waarschijnlijk ouder is dan de meeste van jullie. Waarom heb ik gekozen voor deze game? Nou, gewoon omdat die awesome is. Total War is nog steeds een serie die nog steeds bijna ieder jaar een game uit weet te brengen. Maar de nieuwe games zijn gewoon kut. Laat ik het maar zo zeggen. Rome 2, Attila, Warhammer is oké. Maar ja, als je echt het Total War gevoel wilt hebben, moet je toch echt naar de classics kijken. Dus ik ga jullie hier nu de echte classic laten zien van Total War. Dit is Rome 1. We zijn in de expansion, de Barbarian Invasion. Want ja, die is gewoon cool. En we gaan vandaag spelen als de Saxons. Nou, wat jullie hier zullen zien is eigenlijk gewoon de long campaign dingetjes, bla bla bla. Hold 18 seconds, we moeten dus dit hier veroveren sowieso, om de campaign te kunnen winnen. En we gaan gewoon eventjes, ja, even aankijken wat we nou eigenlijk kunnen gaan doen. We zullen waarschijnlijk, zoals jullie hier zullen zien, de Western en de Eastern Roman Empire zijn best wel groot. Dus daar zullen we gelijk mee te dealen krijgen als de Saxons. Waarom heb ik gekozen voor de Saxons? Nou, gewoon omdat dat een van de moeilijkste factions is om te spelen. Ze beginnen maar met één best wel crappy region. En ja, daar moeten we dus wel gewoon eventjes goed gebruik van maken. Goed, hoe dan ook. Wat jullie hier dus zullen zien in de campaign. Mijn city management, empire management is uiteindelijk. En battles. Ik ga jullie laten zien hoe ik dit spel speel. En hoe je dus eigenlijk de classics speelt. We beginnen met Rome. Uiteindelijk zullen we misschien ook overgaan op Medieval 2. En misschien zelfs een van de nieuwere Total Wars, mochten jullie daar zin in hebben. Maar voor nu, we gaan beginnen. Enjoy! Time to destroy the Roman Empire. Even kijken, hoe ver... Waar zijn we? Oh, Storm from the East. Ja, dat klopt. Dat betekent dat de Barbarians eraan komen. Oké, zoals jullie hier dus zien, we hebben hier wat legers. Even kijken wat we tot nu toe hebben, hoor. Ah ja. We hebben al best wel een prima stad eigenlijk. We maken alleen niet zoveel inkomsten. Laten we gewoon eerst even kijken hoe we zitten. Financially, we maken ongeveer 195 per turn. Auw, we hebben best wel een duur leger. Dus wat ik eigenlijk meteen wil gaan doen, is iedereen behalve jou meenemen. Dus zoals je ziet staan we meteen in de min. Maar wat we eerst gaan doen is gelijk ons leger verplaatsen en wat rebel settlements veroveren. We hebben wel wat geld, 15.000 om precies te zijn. Dus wat ik wel wil gaan doen is eventjes wat gaan bouwen wat onze economie omhoog gaat helpen. Nou, we gaan eens even kijken. Happiness, missile damage, public order. Hebben volgens mij niet echt eco-buildings, nee. Dan denk ik dat we gewoon hiervoor gaan. Dat zou dan ons in ieder geval wat happiness geven. En we gaan onze spy ook meteen meesturen. En we gaan wat vrienden zoeken. Aangezien hier de Roman Empire al begint, zoals jullie zien, moeten we wel wat vrienden hebben. Dus we gaan even kijken. We zullen ze uiteindelijk wel gaan verraden natuurlijk, maar we moeten wel wat vrienden maken, anders gaan we het lastig krijgen. We hebben hier ook wat boten. Die zetten we in de haven. Oh, die zijn best wel duur. Maar we hebben ze wel nodig, want we moeten ze terug naar Engeland gaan varen. Dus ik wil ze nog wel eventjes houden. En dan denk ik dat we onze eerste turn gewoon nog gedaan hebben. En dan gaan we gewoon beginnen. Oké, de rebels gaan dus weg bij het settlement. Oh, ze hebben wel een leger geparkeerd. 75% zal het hem lukken. Ah, en we zijn erin. Nou, dit is echt één crappy leger, dus dat kunnen we wel handelen. En we parkeren meteen ons leger en we openen de siege. Maken 3 rammen, 2 turns. Moet lukken. Ik heb eigenlijk best wel een idee wat ik aan het doen ben. Dus als jullie vragen hebben over de campaign, gooi ze gewoon in de comments, hè. Ik doe gewoon eventjes wat ik het beste doe. En dat is gewoon gaan spelen. En jullie volgen me gewoon maar. Ah, kijk eens. En als jullie dus wel echt daadwerkelijk vragen hebben, laat het me vooral weten, hè. Want ja, als we elkaar op die manier kunnen helpen, dan ja, worden we er waarschijnlijk vanzelf beter van met z'n allen. Oké, dus de Franken zitten hier. Ik heb dit under siege. We hebben best wel... Ja, deze zijn oké. En we hebben archers. En
Oké, gewoon twee keer Warlord Cav. Als we dit goed spelen, zouden we dit prima moeten kunnen winnen. We moeten alleen even gaan uitkijken dat we niet bankroet gaan. Ja, de kans dat we heel snel bankroet gaan is heel groot. Maar dat komt gewoon omdat onze faction nog zo klein is. Je zal zien, als we uiteindelijk meer settlements hebben en meer buildings die ervoor zorgen dat ons, ja, onze economie groeit, dat het allemaal vanzelf zal gaan. Maar voor nu moet gewoon focus op het snel uitbreiden en proberen zoveel mogelijk geld binnen te halen. Nou ja, wij hebben niet zo heel veel, dus we kunnen maar beter gewoon meteen weer beginnen. Nou, zo te zien zijn de Franks ook on the move. Oh. Zo te zien willen ze ons op het land gaan bevechten. Ze hebben twee keer ook een... Oh, dit moet lukken, jongens. Eerste battle, jongen, we gaan ervoor. Het zijn wat rebels, dus als ze dit goed doen en we vermoorden de twee generals en 85% van het vijandig leger, zouden we de settlement meteen moeten krijgen, omdat ze zich dan hebben verneukt, zeg maar. Oh nee, wacht, natuurlijk, we staan voor de deur. Nee, oké. Laten we even gaan kijken. We hebben best wel vlakke grond, dus wat we gewoon gaan doen. Even een legertje, onze archers opstellen. We pleuren gewoon onze infanterie erachter neer. En we hebben best wel wat cav. En die gaan we gewoon... Oh, kut. Die gaan we gewoon een beetje gebruiken om irritant te doen tegen ze. Dit gaat onze frontline worden. En uiteindelijk zullen onze archers er wel achter gaan zetten. Ho. Oh. Oké, let's go. Hun komen daar vandaan. Maar tegen de tijd dat zij hier zijn, hebben wij dit leger waarschijnlijk al vernield. Tenminste, dat is wel het plan. We gaan hier gewoon achter ze staan en we wachten gewoon totdat hij naar onze archers toe komt. Onze archers schieten hem dan al, zo krijgt hij flink wat damage. En terwijl hij dus hier naartoe onderweg is, zullen onze, hoe heet het, spearmen hem opvangen. Want ja, Kev op spearmen maakt geen schijn van kans. Waarschijnlijk heeft hij ook gewoon Warlord Kev. Oh, hij draait. Wacht, laten we... Hij wil voor mijn general gaan. Laat hem maar gaan. Ik lok hem gewoon mee naar mijn archers. Laat hem maar komen. Kom op, jongens. Oh, hij charged. Gaat hij ons pakken? Ja, oh, hij pakt ons. Maakt niet uit, wij zijn in de meerderheid. Dus hij zou in principe geen schijn van kans moeten kunnen maken. Dus ja, zolang onze generals maar veilig zijn. Dus ik check even waar onze generals... Oh, hun general zit hier. Ja, hij gaat er gewoon door. Hoppakee. Nou, dat is al één leger. Wat zijn we gaan doen? Ze gaan nu onze frontlinie gewoon draaien. Even spatie inhouden, dan zie je dit. Jongens, rennen, zei ik. Kom op. Hier zie ik peasants en archers en warlord. Nou, die archers die zullen we wel gewoon gaan opjagen met onze cav natuurlijk. Maar we moeten wel iets van een frontlinie gaan vormen nu. Even kijken hoor. Ja, peasants en archers zijn dit, dat weet ik gewoon. Onze archers zijn ook altijd zo breed. Maar laat ze maar komen. We gaan nu gewoon meteen onze spears ervoor zetten. Omdat ik eigenlijk meer wil focussen op de cav. En onze spears moeten er prima toe in staat zijn om die cav unit van hun op te vangen. Dus dat gaan we dan maar meteen doen. Even kijken. En pak ze. Het zijn hunters. Het zijn gewoon hele low bad missiles. Dus die moeten we makkelijk kunnen pakken. Come up. Kijk, ze rennen weg. Ze hebben niet echt veel. Een warlord komt op ons af. Als we die vermoorden... Kijk, pak hem. Sandwich. Horse sandwich. Hoppakee, kijk. Die gaan er meteen vandoor. Maar die laten we nu even lopen. Het enemy warlord is gevaarlijker dan die archers van ze. Dus lekker boeiend dat die ontsnappen. Dan moeten we nog maar de siege afmaken. Maar ja, tegen alleen maar archers... Ja, daar winnen we wel van, weet je. Hoppakee, general's down. Hoppakee. Ja, nou, die zijn we kwijt. Kijk, hoeveel procent? 17. En wij zijn 2% van ons leger kwijt. Nou ja.
Ik denk dat we, daar wel mee kunnen dealen, toch? Oké, nou, dat is één unit wiped. We gaan nu gewoon lekker achter de archers aan janken. Ah. Kev is king, jongens, in deze game. Even wel een tip voor jullie. Dus mochten jullie dit ooit willen gaan spelen, echt een aanrader hoor. Je voor 2 euro kan je het al op G2A halen. Dat is echt niet geen geld natuurlijk. Maar hoe dan ook. Mochten jullie ooit zeggen, goh, dit wil ik ook spelen. Kev is king in deze game. Onthouden dat jullie zien het. Alleen je moet ze wel even helpen als het gaat om het neerhalen van vijandige units. Want ze snappen het nooit helemaal, zeg maar. Jullie zien, ze blijven er een beetje achter rennen, maar. Kom op. Moet ze soms even een beetje helpen, maar ja. Dit spel is zo oud, weet je. Wat doet dat er dan ook toe, denk ik dan? Kom op, vermoord ze. Dank je, kom op. Ah, dat is erg jammer dit, maar het is niet anders. Nou. We hebben hun generals neer, dus dat is al best wel wat. We hebben best wel wat. Hoezo is. Oh, is restricted camera on, alsjeblieft. Dat was het niet. Game options. Restricted camera off. Ik wil gewoon zien. Ik wil gewoon het hele battlefield kunnen zien. Deze game is alleen wel. Eén nadeel is dit wel hoor. Ik speel het nu op Windows 10 en dit spel is natuurlijk gemaakt voordat Windows Vista uitkwam. Dus deze game is echt ongelooflijk slecht geoptimaliseerd voor Windows 10. Dus je zal misschien zien, omdat deze game echt zo klote oud is, dat hij gaat laggen. Daar kan ik ook gewoon vrij weinig aan doen. Ik kan misschien wat gaan klooien in de settings, mocht dat echt gaan beginnen, dat laggen. Maar ja, laten we er gewoon hopen dat het niet aan de orde is. Nou, kom op. Pak ze. Moet ik wel even dat mijn archers gaan stoppen, want anders. Oh. Nee. Ren ze. Nee. Stop met schieten, want anders weet ik het alweer. Gaan even splitsen een beetje van elkaar. Moeten ze een beetje bij elkaar gaan drijven. Oké, even kijken. Oh, pak ze. Moet je voorstellen, voor een spel uit 2003 dat dit best wel goed is nog hoor. Maar ja, hoe dan ook. Ja. Het kan natuurlijk zijn dat ik een beetje stilval tijdens de battles, maar vergeef me daar dan voor. Maar dat, ja, ik moet me gewoon een beetje concentreren, oké? Ik denk dat jullie dat ook wel snappen. En ze zullen nu al moe zijn, ja. Oké. Kom op, jullie kunnen die gasten makkelijk inhalen. De AI en pathfinding in deze game is echt slecht, maar ja, het is even niet anders. We hebben, nou ja. Ik denk niet dat we ze hebben, maar dat maakt niet uit. Ze hebben praktisch gezien niks meer over, zoals jullie zien. Van de 700 naar 160, nou, dat is niks. En wat het mis met General's Bodyguard, die replenish je gewoon bijna instantly, dus geen stress daar. Nou ja, dat maakt niet uit. Ze hebben wat archers hier. Nou ja, als dat het ergste moet zijn. Even kijken. Kunnen we hier wat doen? Gaan we niet aan beginnen. Ik denk. Met jou gaan we nu gewoon eerst even met de Franken praten. Ik wil gewoon even weten waar ze mee bezig zijn. Wat trade rights en ik wil daar map information voor. Sure. Ja, ze hebben toch maar één province, maar gewoon even voor de zekerheid was dit meer. Ik weet al waar ze zitten. Ja, zie je, ze gaan hier naartoe. Even kijken of dat ik met wat Lombardi en de Burgundiai kan gaan praten. Ja, wacht maar gewoon hier. Even kijken. Een Frankish Assassin is hier naartoe gekomen. Oh, de gates zijn ook open. Ja, dit ga ik gewoon auto-resolven, want ze zullen toch bijna geen damage op ons doen.
Occupy settlement. Ik ga hoesten, ik ga niezen. Sorry. Als jullie oren naar de kloten zijn, mijn excuses. Oh mijn god zeg. Oké, nu dat we dus een settlement hebben, en zoals jullie zien komt er best wel wat winst uit, betaalt dit zichzelf meteen weer terug. En wat we nu kunnen gaan doen, is land clearance. Wat dat eigenlijk doet, even voor de mensen, je krijgt food production. Dus dat betekent meer population growth. Wat betekent meer mensen in je stad? En weet je wat dat betekent? Laat me het even uitleggen. Meer population betekent meer belasting. Wat betekent meer geld? Dus soms staat het er niet direct bij dat je er geld van krijgt. Maar moet je wel in mind houden dat het best nog wel geld kan opleveren. Dan van die dingetjes, daar moet je even over nadenken. Kijk, wat hebben we hier nog meer? Laten we hier met deze hier achteraan bouwen. Gewoon voor ja, wat extra public order. Want zoals je ziet, ze zijn niet helemaal happy hier. En hier zitten de... Ja, de Western Roman Empire zit hier al. Nou, daar gaan we nu nog geen ruzie mee zoeken. Maar dat gaan we wel op den duur doen. Maar eerst wil ik Campius Shettii gaan hebben. Dus wat ik hier ga doen... Eigenlijk vrij simpel, zet hier gewoon een units en peasants neer. Als het goed is, de public order is hier heel hoog. Dus ze zouden hier meteen weg moeten kunnen. Dat kunnen we. Denk ik. Ja, 60. Met 60% blijft hij wel. Met zijn unit die getraind is, dan is dat wel weer goed. We zetten deze wall erop. Even repareren, anders weet ik het wel weer. Dan komen we hier één unit van de Romans naar boven. En is het weer zover. Wat we ook gaan doen is... Het gewoon... We hebben niet echt iets hier, jongens. We gaan hier achteraan, denk ik, een musterfield. Musterfield. Blablabla. Daar kunnen we wat spearmen gaan trainen. En ondertussen denk ik dat ik hier... één unit met die ga trainen. En die ga ik dan ook hier naartoe verplaatsen. Gewoon... Voor wat extra security mochten de Romans toch besluiten dat ze willen komen. Nou, mercenaries, daar wil ik niet aan beginnen. Want deze zijn gewoon heel duur en ze zijn echt super slecht. Dus nee, dat gaan we niet doen. Wij gaan hier naartoe. En dan hebben we eigenlijk een beetje onze noordelijke grens hier. En daarna wil ik eigenlijk ASAP hier naartoe gaan. En gewoon hier gaan beginnen bij het vernietigen van de Roman Empire. Want hier hebben ze heel weinig units. En als we dat dan hebben we gewoon dat hele... Ja, ding aan de orde. En dan gaan we gewoon hier onszelf een weg naar Rome bashen, zeg maar. Maar dat gaan we allemaal nog doen voor nu. End of turn. Ja, zie je, ze gaan met mij praten. Dat dacht ik wel. Trade rights. Tuurlijk wil ik trade rights met ze. Misschien kunnen we zelfs een alliance. Dat zou onze oostkant een beetje veiliger maken. Accept. Nice. Oh, klote zooi. Het eerste dat ze doen... Nou, dat zullen ze nooit gaan winnen van de rebels. Dus ik verwacht... Dat we hier wel goed zitten. Burgundian Lancers. Ja, dat is kut. Ik hoop dat de Rebels dit kunnen winnen. Ik ben alleen bang van niet. Misschien. Het is misschien een beetje een dick move, maar... Kut. Ik dacht misschien kunnen we een assassination op hem uitvoeren. Oh, dan moet ik alleen wel uit de buurt blijven. Want als hij nu gaat aanvallen, dan ga ik hem helpen. Oh, er komen reinforcements aan. Oh, dit is kut. Ja, ik wil eigenlijk niet meteen... Enemy. Oh, ik ben nu meteen natuurlijk at war met ze. Ik heb ze meteen verraden omdat ik ben betrapt. Kut. Oké, nou dat was dat. Dan moeten we even elders vrienden gaan zoeken. Misschien kunnen we tijdelijk vriendjes worden met de Romans. Die zullen ons best wel wat trade kunnen geven. Map voor map. En dan geef ik ze een alliance. Misschien willen ze dat wel. Ja, ze doen het. Wat een sukkels. Ja, ik zal ze uiteindelijk toch wel gaan verraden, weet je. Dus het maakt niet uit. Maar nu weet ik precies waar de Romans zitten. En zoals jullie zien zitten er ook hier gaten in. Dat zijn die groene regions. Zoals jullie zien. Western Roman Empire Rebels. Dat betekent dat er een gigantische opstand gaande is in het Romeinse gebied. Hier ook. Ze zitten hier, hier, hier. Weet je wat dat betekent? Dat wij een hele goede tijd gaan hebben met elkaar. En nu ga ik zo meteen dus eerst eventjes deze Burgundian armies mollen. Ja, en dan ga ik aan de gang. Maar door deze trade rights die ik nu heb met de Romans, zal je meteen zien... Dat... Hoppakee. Dat we best nog wel goed uit gaan komen met alles eigenlijk. Een port, we moeten hier ook een haven hebben. Wat extra sea trade is altijd welkom. En een weaponsmith, stables, archery ray.
Ja, dit is ook gewoon public health, hè? Ja. Een soort van riolering is dit. Ik denk. Ja, we wachten wel gewoon eventjes. We moeten niet meteen al ons geld opmaken. Hoe zitten we nu eigenlijk financieel? Laten we eens even kijken. Ongeveer 200 winst per turn. Het is nog steeds helemaal net niks, maar het is een begin. Gezien we nu niet echt hoeven te vrezen dat de Romeinen ons binnenvallen, denk dat we het gewoon kalm aan kunnen doen. Zijn nu trouwens ook ineens mijn vijanden hierdoor? Nee. Maar ze zijn ook nooit mijn allies geweest, zijn alleen handelspartners. Dus ach, we kijken het wel gewoon aan. En hier is alles nog bezig. Check, check, check. Oké, weet je wat we gaan doen? Next turn. Ja, ze vallen ons aan. Precies wat ik al dacht. Cav units, alleen maar cav units. En hun hebben als generals bodyguard warlords. Nou, die zou ik in principe moeten kunnen verslaan. Dus we gaan het gewoon doen. En als ik dat leger heb verslagen, dan kan ik ze ook weglokken bij de siege. Ze zullen daarna wel wegrennen. En ja. Komen we er wel. Oké. Ze hebben een paar honderd horses, dus ze zullen offensief gaan spelen, gezien ze mij aanvielen. Dus we gaan eigenlijk een beetje een defensive position vormen. Dus we gaan een soort van een spear wall maken hier. Met mijn archers, dus zo mooi achter. Die zullen uit zichzelf gaan schieten. Dit moet ik doen zodat ze niet automatisch wegrennen. Dus dat gaat uit. En dit zal gewoon een beetje mijn flanking force op ze worden. Dit is ook gewoon light cav. Nee, het is best wel sterke cav volgens mij. Maar ik ben vrijwel zeker dat we ze wel aankunnen. Zoals ik hoopte gaan ze ook gewoon precies hierop af. Weet je, fuck it. Ik heb helemaal geen vrienden nodig. Ik weet prima hoe ik deze game moet spelen. En je zal zien dat ik dit ook gewoon makkelijk ga winnen. Dit gaat helemaal goed komen. Ik weet hoe dit spel werkt. Laat ze maar komen. We gaan even speed up. Anders duurt het me allemaal veel te lang. En mijn archers zullen nu ieder moment gaan vuren als het goed is. Ja. Ik wacht gewoon totdat ze op mijn spears knallen en dan ga ik ze gewoon flanken met mijn warlords. En waarschijnlijk omdat ze dan de flanked penalty krijgen op hun moraal, zullen ze waarschijnlijk vrij snel wegrennen. En ja, spears zijn sowieso anti-cav, dus ik verwacht er niet te veel van. Nee, nu zullen ze gaan rennen, want ze worden beschoten. En weet je, gelukkig schiet ik er nog een paar neer ook. Ja, dat doe ik. Dan gaan we gewoon alvast naar voren. Ze blijven gewoon rustig gaan lopen. Dit gaat ze alleen maar mannen kosten. Nou, ik vind het niet erg natuurlijk. Maar de AI is ook gewoon fucking stom. Hier, kijk eens jongens. Lok ze maar gewoon rond jongens. Kijk eens. Oh, heerlijk. Ze rennen. Ik kan ze in hun rug schieten nu. Ja, ze weten nu niet meer echt wat ze willen doen. Kijk eens jongens. Kijk eens. Geweldig. Gewoon zorgen dat ze niet bij mijn archers komen. Goed zo. En val ze aan in de rug. Kom op, rennen, 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 rennen. Ja, perfect. Ze zullen geen schijn van kans maken zoals jullie hier zien. Sukkels. Oké, hier, vorm een nieuwe linie. Ik ben veel sneller dan hun natuurlijk, omdat ik veel lichte armor draag op. Dus ja, hun paarden zijn nu fucked eigenlijk. Daar komt het op neer. Ja hoor, en die unit is weg. Wat? Goed, en nu was ik ineens best wel zwaar in het voordeel. Zoals jullie hier kunnen zien, de balance of power. Ik ben blauw, dus ja, dit gaan ze niet leuk vinden. Laat ze maar komen. Spearman, ren hierin. Nee, 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 niet eerst gaan gooien. Gewoon erin. We hebben jullie, man. Oh, irritant. We hebben jullie aantallen hier nodig, jongens. Ja, ik sowieso, Spearman tegen Kev is nooit de beste matchup voor hun, dus
Zoals je ziet, mijn mannen omsingelen ze langzaam ook een beetje. Als ik een general om zie te leggen, dan heb ik echt, heb ik het mooi voor mekaar hier. Nice. Huppakee. Kan ik die general krijgen? Kom, pak die general, pak die general, pak die general. En... ze proberen denk ik te vluchten van het slagveld. Ja, ze gaan er vandoor. Kijken of ik ze nog kan vangen. Zo stom. Kom op jongens, jullie moeten ze makkelijk kunnen inhalen. Nou ja, of niet eigenlijk, want we zijn allebei winded. Ze zijn eigenlijk even snel, denk ik. Maar het lijkt er... zou ik ze kunnen inhalen? Ik denk dat ze gaan ontsnappen, jongens. Ja, ze gaan ontsnappen. Dat maakt niet uit. Ja, het is goed zo. Ze zijn van 289 naar 40 man gegaan, dus... mijn zegen hebben ze, weet je. Als ze zo graag zo lastig willen zijn, dan doen ze dat toch lekker. Ja. Sukkels. Rebels vallen toch geen steden aan, dus die negeer ik maar gewoon. Ja, ze zijn weggerend hier. Ja, nu kan ik mooi de siege openen op deze stad. Huppakee. 3 rams weer. En de kans dat hun hier naartoe komen is natuurlijk ook aanwezig. Maar ook dat zou ik gewoon moeten kunnen winnen. Ik zal gewoon deze golden bands, die hire ik gewoon. Die zijn best wel goed nog. Ja, die disband ik later wel weer. En dan gaan jullie hier zitten. Even kijken hoor. Een market, die moeten we ook hebben. Extra trading income. En deze is ook bijna klaar. En dan gaan we werken aan... denk ik deze. Gewoon voor wat public health. Betekent ook meer growth. Ja, dit komt wel goed. Even kijken. Ja, jullie moest ik hebben. Nou ja, kom ik nog wel. Hun kunnen mij net wel bereiken als ze zo gaan lopen. Dus, nou, het is niet anders. Ik hou ze wel tegen. En als we deze 3 provinces hebben, dan gaan we onze aanval voorbereiden op Engeland hier. Het zijn nu nog onze allies, maar ja, we naaien ze toch wel, want het is gewoon ons doel. In de victory condition staat dat we al die Roman regions hier moeten pakken. Dus ja, het is even niet anders. We doen het maar gewoon. Sorry, maar het is niet anders. Aangezien ik nu toch winst, maar ik zal toch een kleine raiding party gaan voorbereiden alvast. Om straks de overtocht te gaan maken. En dan zitten we financieel. Ja, deze turn gaan we niet veel geld verdienen, maar het komt omdat we heel veel hebben uitgegeven ook. Nou ja, gaan we door. Ze zijn gewoon doorgelopen. Ze komen niet hun stadje redden, de rebels. Nou, hoor je mij ook niet over natuurlijk. Even kijken. Oh, shit, heb ik ze weer gemist ook, hè. Nou ja, het is niet anders. Misschien dat hun met mij willen gaan praten. Burgundii en de Franks en allies. Auw, dat kan betekenen dat de Franks mij binnenkort zullen gaan aanvallen. Tenminste, als een soort van wraak. Laten we maar gewoon ASAP deze stad veroveren, zodat ons leger weer vrij komt in dat geval. Nou, daar gaan we. Loading screens. Ik hou van loading screens. Jullie ook? Ik niet. Ja. Goed. De eerste siege uit deze campaign. Dat is mijn general. Let's go. Even kijken. Jullie zitten dus aan de ram. Die zetten we gewoon hier klaar. Ik heb nu maar 1 ram natuurlijk. Dus we moeten wel een beetje gaan uitkijken. Maar. Aangezien dit een lage muur is, heb ik eerst een ander plan. Die zet ik hier neer. Jullie heb ik ook later pas nodig. Okay, dit zijn towers, dus ik kan aan deze kant kan ik veilig gaan staan. Kijk, ze zijn allemaal niet zo slim, weet je. Dus wat ik ga doen... ik ga gewoon even schieten.
over de muur heen op hun peasants. En zoals je ziet, de eerste doden vallen nu al en ik hoef er helemaal niks voor te doen. Het zijn allemaal free kills die ik hier nu pak, hè. En ieder die ik hier nu doodschiet, hoef ik straks niet meer te bevechten. Wat mij een heel wat ja, levens zal gaan schelen uiteindelijk. Oké, laten we iets dichterbij gaan staan. Misschien dat we dan... Ze rennen een beetje weg. Dat komt tussen de rammer alvast gewoon naar voren sturen. Kom, ga hem raken. Kom op, schieten jongens. Huppakee. Ze zijn er nu al best wel wat kwijt. Het zijn sowieso crap units hoor, want het zijn peasants. Die hebben geen armor, heel low weapon. Het zijn gewoon puur aantallen die je voor je vijand kan gooien. Ze zullen echt nooit een unit van mij neerkrijgen. Maar ja, voor wat het is. Hè? Schiet maar gewoon op ze. Die aantallen kunnen irritant zijn. Dus ja, en mijn archers krijgen er experience voor. Dus je ziet deze hoekjes, zeg maar. Dus nu één bronzen experience, heb nu één unit al. Oh, nu allebei, nu zojuist, zie je. Daarna worden dat kunnen tot 3 bronzen gaan. Daarna wordt het 1 zilver, 3 zilver, 1 goud, 3 goud. Op die manier, zeg maar. En meer experience units doen gewoon meer damage, et cetera. Logisch. Oké, hopelijk komen hun naar voren. Ja, we gaan op hun schieten. Die zijn veel waard, die units. Maar ze komen niet, dan schieten we nog even op hun. Misschien dat we ze naar voren kunnen lokken, zeg maar. Ik laat een stukje teruglopen, anders is mijn angle slecht. Ik bedoel, ze zijn al van 280 naar... Hoe heet het? 70 gegaan, dus. En ik ga mijn mercenary zone als eerste naar binnen gooien, want die zijn toch het minste waard. Oh. Ja, kan ze gewoon raken. is zo irritant voor een defender, hè. Jullie gaan gewoon naar binnen. Oké, kijk, nu zoals ik had gehoopt komen hun naar voren. Dus jullie gaan nu gewoon op hun schieten. Dit is de enige unit die er wel echt toe doet, zoals jullie zien, want die kunnen phalanx vormen. Dus iedere unit die ik daarvan sloop. Kom op man, die announcer voice, die is toch gewoon geweldig, of niet dan? Kijk, kom op, jullie houden hun bezig. En ondertussen schieten we ze gewoon neer. Ja. Ze gaan campen. Wat voor mij betekent dat alleen maar dat ik mijn infantry ook naar binnen kan halen. De rest van mijn infantry. En mijn cav. Hoppakee, en mijn archers die gaan hier naartoe. We gaan nu gewoon even met z'n allen naar binnen en dan gaan we hun city center assaulten. Ja, wat willen ze nu doen? Ik ben 0% kwijt. Ze zijn al 50% kwijt en ik nog niks. Kijk, dit is ook een stukje van de strategy in deze game. Wees gewoon slim. Kijk hoe beter je units kan gebruiken. Dat is met die archers. Het heeft hun de helft van hun leger gekost. En ik ben nog niks kwijt. Ja, een enkeling toen hij hier naar voren rent. Weet je, als dat het ergste moet zijn, het zijn mercenaries. Als ik die zat ben, dan disband ik ze gewoon. Ik bedoel, ja, ze kosten mij geld. Al mijn units hebben nu ook 1 experience point, wat heel mooi is. Oké, daar komen ze weer, let op. Dit gaat mooi worden als ze dichtbij proberen te komen. Ja, nu gaat het schieten beginnen, jongens. Zet deze even uit, anders gaan ze weer wegrennen. Hoppakee. Have fun, guys.
Oké. En die phalanx van hen heb ik in de rug kunnen krijgen. Ja, die unit is meteen broken. Kijk eens jongens, mijn archers maken nu gewoon korte metten met wat er van overblijft. Ze zullen hier via hier naar boven proberen te gaan, dus ik ze hier gewoon op ga wachten. Ja, zie je. Oké, ik hoop echt dat ik nog een unit een tweede experience point krijg. Ik wil supersterke archers hebben. De Saxons in het algemeen hebben slechte archers. Dit zijn de beste archers die je kan. En het zijn gewoon, ja, let's be honest, het zijn gewoon kut archers. Oh, ze gaan verkeerd. Kut. Nou, dan gaan we gewoon hier staan. En dan verplaatsen we jullie hier naartoe. En jullie ook hier naartoe. En mijn bodyguards gaan hier naartoe. Oh, is jij nog steeds naar binnen aan het komen, joh. Misschien kunnen we op hun Chosen schieten zo meteen. Dan weet je, ik heb hier niet het beste view, maar dat komt door de bomen en zo. Maar ja, dat is even niet anders. Ik wil ze een soort van veilig hebben. Schiet op een Warlord. Peasants en Warlords hebben ze nog. Er zullen wel heel wat shots hier in die boom komen, maar ach. Iedere kill die ik op hun kan maken... Ze gaan ook gewoon allemaal via hier, hè? In plaats van dat ze zo lopen. Maar ja, dat komt omdat de pathfinding in deze game gewoon zuigt. Waar ik al bang voor was. Ze gaan gewoon direct achter mijn general aan. Maar dat maakt niet uit. Ik onderschep ze gewoon. En ik maak gewoon korte metten met ze. Nu moeten jullie wel stoppen met vuren trouwens, anders weet ik het alweer. Hier zit een general, dat is deze. Herken je gewoon, ja, omdat hij er hier iets anders uitziet dan zijn bodyguards. Dus ja. Zo gek dat ze geen barbarian unit wow. wat ik wou zeggen. Mag ik? Nee? Oké. Okay. Attack! I'm busy. Maar wat het grappig is dat je zegt, maar als je kijkt, zoals je net zag, naar de unit model van de Barbarian, van, ja, Rebel Warlord. Het is een Roman model, zeg maar. Terwijl het een Barbarian Rebel faction is. Dus dat vind ik altijd wel heel grappig, zeg maar. Ik wil dat jullie gewoon gaan vechten. Niet eerst gaan gooien met je speer. Kom op, maak ze gewoon af. Die peasants, zoals ik al zei, die doen niks. Die worden gewoon afgeslacht door General's Bodyguard. En voor je het weet is het gewoon klaar. Hoe lang ben ik al bezig eigenlijk? Ik heb echt oprecht geen flauw idee. Nou ja, we gaan nog wel eventjes door. Mijn klokje, die ik er altijd bij heb, die is uit. Dus ik zie niet hoe of wat. Victorious! Ze hebben 39 van mijn mensen vermoord, waarvan het voornamelijk mercenaries zijn. En ik heb al hun 543 mannen vermoord. Dat met één legertje met een paar man en ik heb gewoon al de hele noordkant hier veroverd. Nou, beter dan dit wordt het niet. Huppakee. Ze zijn blij. Ze occupyen ze gewoon. En het eerste wat we gaan doen is weer onze economie gooien. Dus we gaan die neergooien. Een mustard field. We moeten wat mannetjes kunnen maken. En... Misschien toch maar ook betere muren gaan maken op den duur. Want anders weet ik niet hoe het gaat lopen. Oké, en nu dat we dit dus hier hebben... Hebben we een beginnetje eigenlijk om onze economie weer een beetje te fixen. We zullen nu nog wel een beetje in de min staan. Nee. Nou, we hebben 800 profit. Dus fair enough zou ik zeggen. Even kijken in het overzicht. Overal wordt gebouwd. Hier wordt zelfs nog getraind. En dus we zullen binnenkort even kijken. Een van onze generals sturen met een leger om hier naartoe te gaan. De Kelts zijn hier zo te zien ook nog steeds. Die zijn dus nog niet volledig vernietigd door de Romans, maar dat maakt niet uit. Het is alleen maar beter voor ons in de long run, dus... Oké, Mustard Field is hier ook bijna klaar. Even kijken, hier zijn we echt al veel beter. Stockard, we hebben hier echt wel heel wat. Maar dat maakt niet uit, het zorgt juist voor dat wij hier tradable goods en alles hebben. En aangezien, zolang als wij met die Romans traden, hebben wij best wel een trading income, dus ja...
weet je, income from trading. Zie je, 963 van ons complete inkomen komt binnen van trading. Kijk, bijna 2200 van taxes. Nou, dat is dus de belastingen. Dus hoe meer mensen, hoe meer je daarvan krijgt. En farming, dus al die farms zie je, ondanks dat ze ook voor population growth zorgen, is het ook een tradable good. Wat ervoor zorgt dat je ook farming income hebt. Nou, we hebben nog geen mines, dus niks. En expenditure, ja. Even kijken, army upkeep. We hebben best wel een duur leger, zoals jullie zien. We zijn 1700 al kwijt aan, dit. Construction, 2000 precies. Nou, dat zijn al die gebouwen die we over aan het maken zijn. Maar wederom, daar kunnen we ook vrij weinig aan doen. Dus ja, voor nu. Voor nu gaan we gewoon hier denk ik de turn enden. En even kijken wat we kunnen doen. Misschien kunnen we vrede krijgen met hun. Ik heb eigenlijk niet zoveel trek in een oorlog met hun. Kijk hoor. Wat we met jullie dus gaan doen. Eerst gaan we op zoek naar hun. Kijk hier, daar moest ik zijn. Trade right, map. Oh shit, dat wil ik niet doen. Ik wil ze niet bedreigen. Dan vinden ze nooit zo leuk. Misschien dat ik hun ook zo ver kan krijgen. Nee, ze vertrouwen ons niet. Misschien trade rights gewoon. Shit, nou dat willen ze ook niet. Nou, met deze faction ga ik dus niks bereiken. Hunne. Misschien. Kan ik een alliance met hun krijgen? Ja, ze willen dat hoor. De Huns zijn echt een enorm sterke faction hier. Dus, ja. Dat is alleen maar mooi. En nu gaan we kijken of we vrede met hun kunnen krijgen. Nu zijn wij best wel gevaarlijk. En mensen zullen ons dus niet zo makkelijk gaan, ja, niet zo snel aanvallen. Gewoon simpelweg door de hoeveelheid sterke allies die we hebben. Kijk, mensen wantrouwen ons hier in de regio. Waarom? Ja, omdat we vrienden zijn met de Romans. En dat vinden ze nooit zo leuk. Maar ze zijn daartegen wel sterk, nog wel. Dus ze zorgen ervoor, terwijl wij onszelf opbouwen, zorgen zij indirect voor bescherming. Want ja, landen zullen banger zijn om ons aan te vallen. Nu dat we dit hebben. Dus het is een stukje psychologie. Goed, deze farm is er meteen af. Hebben we meer income. De haven wordt hier gebouwd. Dat betekent ook trading income. En hier zijn we de laatste dingetjes aan het maken hiervoor. En dan, ik denk dat we gewoon beginnen aan stables. Want wat extra cash is altijd welkom. En hier moeten we ook betere muren gaan bouwen straks. En daarna gaan we onze farms upgraden. Maar dat is allemaal voor straks wederom. Kijk, heb ik hier al iets van een religieus gebouw? Ja, dit hè. Grove of Frick. Wat is een beetje de god die ik hier aanhang? Ja, maakt volgens mij niet heel veel uit. Want ze doen bijna allemaal hetzelfde. Hier dan. Ja, Oel doe ik hier. Nou ja. Maakt niet uit. Hier kan ik retrainen. En dan worden deze gewoon sterker. Dat heb ik niet nodig. En de weaponsmith wil ik hebben, want die zorgt zoals jullie zien voor extra upgrades op mijn units. Even kijken. Deze heeft gewoon, terwijl die toen niet getraind is, gelijk zilver weapon upgrade, zeg maar. Dat is gewoon op één na beste. Gewoon direct weapon upgrades. Dus wat ik nu eerst wil gaan doen. Oh, we hebben hier een extra mannetje gekregen. Family member came of age. Oké, dus die is gewoon volwassen geworden. Dus wat ik nu ga doen. Jou. Wij gaan weer terug naar huis. Terwijl jij hier de boel op orde gaat houden. Krijg je gewoon een unit peasants van mij erbij. Ja, hij is niet echt een geweldige manager. Dus maar het moet er maar even mee. En dan gaan jullie naar huis toe. En jezelf voorbereiden op de invasie van Engeland. En iets van mercs? Nee, nog steeds alleen die kut mercs. Daar hebben we gewoon niks aan, weet je. Dus het heeft geen zin om die dingen te trainen. Campus Frisiae is happy. Campus Chatty niet echt, maar het is 60%, dus we komen er wel. En Versus Saxones doet dat ook wel. Maar als het goed is, nu dat we dus, ja, zie je, we maken wel wat meer geld zo meteen. Ja, nu staat er weer min, maar ja, je moet ergens beginnen. Oké, let's go. Kijk, hun willen wel Alliance Trade Rights. Huppakee, extra trading income. Maakt niet uit. Ik wil toch nog niet focussen hier op de mainland verder. Oh, ze vallen mij aan. Warlords en 3 units van die. Oké. Dan doen we deze battle nog. En dan gaan we naar huis. Maken we deze turn af. En dan ga ik de aflevering afsluiten. Ik denk dat het wel een mooie deal is, toch? Dat dacht ik. Ik hou van die muziek hierin. Het is zo goed. Oh, kut. Ze vechten dus in de mist. Nou, niet heel erg, dus het kan ermee dealen.
We gaan onszelf weer gewoon hier opstellen. Even de boel een beetje ordenen. Dit wordt onze frontline. Daarachter parkeren we gewoon onze archers. En jullie gaan we nu wederom gewoon gebruiken als een soort van diversion unit. Dus jullie gaan gewoon hier staan. Laat ze maar komen. Zie je? Ze komen gewoon mijn kant op. En jullie gaan gewoon hierheen. Hopelijk splitsen ze zichzelf weer, omdat ze zien dat mijn mannen zich ook splitsen. Moeten we alleen echter wel een beetje uitkijken, want hun hebben nu ook een shitload aan spearmen. En die kunnen gevaarlijk zijn. Gaan jullie ook gewoon autofire if allowed. Deze units moeten wel even getraind worden als we eenmaal thuis komen, maar dat kan allemaal gewoon, dus. Ik wil eigenlijk hier zo meteen met ze in de rug gaan aanvallen, maar daarvoor moeten ze dus eerst in combat zijn. Moet lukken. Jullie lopen gewoon stukje bij stukje lopen we door. Ja, ze komen. Ze gaan ervoor. Ze gaan voor de aanval. Archers. Ja, ze gaan ervoor. Let's go. En wij zetten onszelf gewoon achter ze neer. Ja, ze gaan ervoor. Hoppakee. Oké, zij gaan dus proberen met een speer van mij tegen te houden. Dat ga ik ze niet laten doen. Speers zijn natuurlijk veel slomer. Ja, laat maar komen. Hou hun maar gewoon bezig. Ik weet zeker dat je ze dat wel overleeft, want hun units zijn ook gewoon slecht. Terwijl jullie hun hier in de rug pakken. 100 bodyguards tegen 30 moet lukken, toch? Nou, daar gaat een general al. Nu gaan we ze gewoon aanpakken. Archers maar korter met deze units. Nou, ja. Rebel armies gaan meteen dood als ze vluchten, dus. Dat was dat. Dat was niet zo lastig. Zie je, ze zijn weg. Bestaan niet meer. En deze town is weer gewoon happy. Zullen er nog één unit en die komt eraan. Dus dan maken we het niet te lastig voor onszelf. Hier gaan we ook een market in pleuren. En extra farms. Gewoon voor dat extra beetje inkomen. En jullie gaan hierin. En gaan we iedereen even retrainen hier. Zo. Wat dat eigenlijk doet is simpelweg het sterker maken. Dus dan krijgen wij de upgrades die in die stad beschikbaar zijn. En hier gaan we ook onze farms moeten upgraden. Eerst moeten we naar onze wall gaan kijken. Oh, kut. Eerst even naar onze wall kijken. Eerst moeten we een aantal dingen op orde hebben. Want we zitten nog steeds gaan we wel omlaag in het geld. Maar momenteel is het beter om vrienden te zijn met elkaar dan vijanden. En ik bedoel, wow. Dat was iets heel anders. Momenteel is het gewoon beter om geld te investeren, om geld te verdienen. Nu ga ik zo meteen in de min, maar in de long run zal je zien dat ik alleen maar geld ga maken. Dus, ja. Nu is gewoon nog even kut. Vandals, misschien kunnen we daar ook mee praten. Allies, zullen hun ook allies worden? Ja hoor. Oh, dit gaat zo makkelijk worden. Niemand durft mij zo meteen meer aan te vallen. Zie je nou ceasefire opdwingen? Zie je dat durven? Ze willen nu ook niet meer tegen ons vechten. Oké. Dus nu eens kijken bij diplomacy. Ik heb best wel een rare groep allies. De Hunnen, de Vandalen en de Romeinen. Nou, dat past niet echt lekker. Dus uiteindelijk zal ik waarschijnlijk moeten kiezen tussen de Huns, de Vandals en de Romeinen. Of de Romeinen. Nou ja, dan naai ik die Romeinen gewoon. Want ik moet ze zelf ook hebben. Maar ja, dat is dus even wat voor nu het plan is. Goed. Dan gaan we nu dus hierna zien. Zullen jullie zien? Even kijken hoor. Hier wordt dus, ja, er is een nieuw Rebel Army gespand, maar daar ga ik niet eens de tijd aan verspillen. Zoals jullie zien, Golden Weapon Upgrades. Weet jullie dat dat betekent? Dat betekent dat deze gasten gewoon ultimate killers gaan zijn straks op het slagveld. Echt ultimate killers. En we gaan ook onze boten nog even snel doen. En nog een extra unit kills. En dan gaan we overvaren. En dat is wat we de volgende aflevering doen. Dus ik denk dat ik hier nu wel een beetje bij ga laten. Zou ik nog even de laatste paar dingetjes inplannen. Nou, iedereen kan hier wel voorlopig mee vooruit.
Nou, die hebben dus vrede geretraind. Die zijn gebouwd. Blablabla. Niks bijzonders. En end of turn report. Nou, hier heb ik nu ook een haven. Dat betekent dat ik straks wel met een veilig moet varen. Want hier zitten allemaal piraten. Zodat ik straks wel nu eerst hier naartoe als mijn leger erop zit. En dan vaar ik daarna pas over naar hier. En dan gaan we gewoon proberen meteen de grote stad te veroveren. Hoe sneller we dat voor elkaar krijgen, hoe meer geld we eruit kunnen halen. En ik ben vrijwel zeker dat dat ons wel moet lukken. Dus geen stress daar. Maar hoe dan ook, ik ga deze aflevering hierbij laten, want ik ben al echt heel lang bezig volgens mij. Laat gewoon een like achter als je dit leuk vindt. Ik vind het heel vet. De volgende keer gaan we Groot-Brittannië binnenvallen met ons leger met Saxons. Gewoon een beetje de Viking Raiders spelen die we zijn. En daarnaast, en dan zullen we dus de oorlog gaan beginnen tegen de Roman Empire. Dus, laat vooral achter wat jij denkt dat ik moet gaan doen. Als je tips wilt ontvangen, geven, whatever, laat het vooral weten. Wil je met mij Total War spelen? Vroeg me gewoon toe op Skype. Dan gaan we een keer met elkaar een battle doen. Kan ik dat opnemen? Kunnen we dat ook gewoon lekker laten zien? En hoe dan ook, dan zie ik jullie de volgende keer weer. Later mensen.